Behalve gewandeld werd er ook gefietst in Schaik. 3 avonden lang. En ook hier was Lander TV aanwezig voor een impressie. Vanaf een harde weg door het Mullenzaad. Het is net of ik fiets met een slappe baard. Ik heb een duur fiets, nee, daar loop ik niet langs. Het is een ATV, met rivers in de stang. Ja, in mijn strakke fiets, ik alles vlak. En het zand en spijt, alle kanten uit. Ik stooi op mijn pendaal met mijn kont in de lucht. Ik kan er niet gaan zitten, ik ben op de vlucht. Ik ben veel sneller dan de wildwestvee. Met die grote horis rent hij met me mee. Hallo. Bij ons in de Maashorst blijf ik op de pad. Ik heb al genoeg platte baan gehad. Ik ben al voor het eng, al die gatjes zat. Vorige week kreeg ik nog. Een pindige plat. In een strakke pad fiets ik alles vlak. En het zand is bij. Ik ben Theo Holbrink, namens Tourwielerclub Ons Verzet. En voorzitter van Maashorst Fiets Driedaagse. Gastheer voor Landert en omgeving. Om 3 dagen te fietsen in onze schone natuur. Naast mij staat... Ik ben Wilma Willems. Ik ben de penningmeester van de Maashorst Fiets Driedaagse en ook lid van Ons Verzet. En samen met een team van nog 6 vrijwilligers zijn wij al sinds oktober afgelopen najaar bezig om deze driedaagse vorm te geven. Ons Verzet, vroeger bekend van een avonddriedaagse, wat helaas niet meer goed uit de verf kwam omdat de belangstelling gewoon terugliep. Sinds 3 jaar, dit is het 3e jaar dat we organiseren op deze manier, zijn wij naar een dag driedaagse gegaan. En hebben we gemeend dat langs de Schaikse gemeenschap ook wat te bieden moest zijn voor de mensen die hier allemaal op de campings en bed en breakfast en dergelijke overnachten. Want het blijkt gewoon, als we om ons heen kijken, dat het in de bossen net zo druk is als midden in Schaik. Dat merken we ook vandaag en gisteren met de inschrijvingen, want alle hoeken van het land zijn vertegenwoordigd. We hebben zelfs mensen uit België, we hebben mensen van over de grens Duitsland, maar alle provincies zijn op de inschrijfkaarten genoemd geworden, of alle plaatsen uit verschillende provincies. Zo heel trots op. We willen graag groeien. Het gaat nooit niet hard genoeg natuurlijk als je wat organiseert. Wij zijn zelf heel enthousiast over wat wij zelf weten en kennen van onze regio. En die kennen wij redelijk goed. Misschien wel heel erg goed. Dat willen we delen met Jan en Alleman. En die respons vinden we ook terug. En het lukt ook nog steeds om paadjes te vinden, wegen te vinden. Die voor de gewone fietser die makkelijk knooppunten rijdt. Of die makkelijk van kerktoren naar kerktoren rijdt. Maar ook eens weggetjes en paadjes aan te bieden die men niet kent. En dat wordt zeer gewaardeerd, merken we hier. En het is er ook fijn om hier te mogen zijn. Nou, 's morgens om 7 uur dan starten de eerste mensen. 6 mensen zetten de tocht uit. In koppeltjes van 2 personen. Sommigen gaan met de auto de tocht uitzetten. Anderen gaan met de fiets. En fietsen de hele route. Overal hangen ze pijlen. Ik heet alle mensen buiten dan nog welkom. Dan komen de mensen van de pauzeplekken. Op elke pauzeplek die we hebben staan sowieso 2 vrijwilligers van Ons Verzet. Dan sluiten we af met muziek. Als mensen terugkomen hier bij de Potter, dan is er muziek voor de mensen. Dus alles bij elkaar per dag, denk ik dat we het ongeveer 25 vrijwilligers nodig hebben. En dat 3 dagen lang. Natuurlijk zijn de routes alles bepalend. En wat Wilma net zegt, we krijgen alleen maar complimenten over de routes. Dus dat hebben we in de vingers. Maar ook dit jaar, als voorbeeld, even, hebben we er een thema aan verbonden. Kunst en food. En jullie hebben met de camera al rondgelopen. Er is nodige kunstbezichtiging hier in de Potter. Door vrijwilligers die op een of andere manier binding hebben met Ons Verzet. Opgesteld en ingericht. Daarvoor ook dank. En ik hoop ook dat de gemeente meekijkt. We hebben wat contacten met de gemeente lopen. Over niet onder stoelen en banken te steken. Die hebben er belang bij natuurlijk ook dat de Maashorst goed op de kaart komt. En ik denk dat wij daar een uitstekend uitreikbord voor zijn. Met mijn handen en soms ook met mijn stem. Maar ik wil wel een huisje nog bieden. Zo'n huisje waar ik voor altijd zat. Ik ben rich en de kom bieden.
Door ondernemers in de omgeving zijn prijzen beschikbaar gesteld om te verloten. En ook dat is al heel wat. We zijn 3 jaar geleden begonnen aan een driedaagse. Met een budget van bijna niks. Door de fietsclub dan wel garant gestaan. Klein succesje, het smaakte naar meer. Vorig jaar dachten we ook meer. Helaas volledig in het water gevallen. 3 dagen slecht weer. De laatste dag maakte nog iets goed. Voor degenen die er toen bij waren. Maar nu, deze 3 dagen, heeft de zon alles goed gemaakt. Niks te klagen. Misschien dat het wat warm was. Maar voldoende drinkpunten onderweg, denk ik. Dus geslaagd. De horeca in de omgeving heeft prijzen beschikbaar gesteld. Bij toeval, de mensen die de 3e prijs uit de trekking gewonnen hebben, moesten naar huis. Dat heb ik straks al een beetje stiekem overhandigd. Die zijn weg. Maar ik heb nog een 2e en een 1e prijs. Dus wil ik graag naar voren. Beb de Wit en Jannie Hazen, als ik de namen goed zeg. Beb de Wit uit Oudewater en Jannie Hazen uit Kamperland. Om dan maar een eind aan dit verhaal te maken, over de uitreiking. We hebben een 2e en een 1e. En bij toeval mag het zo zijn dat rechts van mij Beb de Wit staat. De 2e prijs. Bedankt. Hartstikke bedankt. Ja, geniet ervan. Ja, doe ik zeker. En we komen zeker nog een keer terug. Van harte welkom. Ik heb al een paar gezegd, het is goed aangepeld, dus allemaal super. Hartstikke bedankt. Kamperland, ik mag er af en toe zijn vanwege mijn werk, dus ik weet een klein beetje hoe mooi het daar is. Zeker. Ik heb er eigenlijk nog veel te weinig gefietst. Het zal ongetwijfeld een 3-daagse zijn, dat zal ik eens uitpluizen. Ja. Dan wil ik eens kijken hoe ze het daar doen. Maar ik ben blij aan de reactie te horen dat jullie zeer tevreden waren hier. Ja. Ja, ik feliciteer u. Hartelijk gefeliciteerd. En tot ooit. Dankjewel. Alsjeblieft. Voor jullie allemaal als gasten. Het is nog lang niet voorbij natuurlijk. Want er komen nog, hartstikke mooi. Ik stooi op mijn pendaal met mijn kont in de lucht. Ik kan nog niet gaan zitten, ik ben op de vlucht. Ik ben veel sneller dan de wildwestie. Met die grote horens rent hij met me mee. Bij ons in de Maashorst blijf ik op de pad.